We hebben nu ongeveer twintig jaar lectoraat in het kunstvakonderwijs. Dat is nog maar heel erg kort. Mm -hmm. um, en dat zie je ook. Ik denk dat we echt pas de laatste jaren veel meer nadenken over onderzoek. En uh, onderzoek gaat een steeds grotere rol, denk ik, spelen. In het uh, kunstvakonderwijs, waarom? Dat hebben we vandaag ook gezien, het maakt je wereld veel groter. Je kan als kunstenaar um, alleen je ding doen, alleen, maar je kan dat ook in andere domeinen doen, je kan alle andere rollen, je kan in collectieven met elkaar werken, je kan met andere disciplines werken. Universitair onderzoek um, is dan meestal wordt gezien als heel objectief. En ik denk dat waar kunst on, uh, kunstonderzoek, uh, artistic research heel erg Iets kan bijdragen is juist dat subjectieve, Dus juist dat hele objectieve afwijzen, want ja, voor, voor mij in mijn beleving bestaat objectiviteit helemaal niet en ik denk dat als uh, kunst on, uh, ja, kunstonderzoek kan daar denk ik echt, echt iets toevoegen dat je gewoon dat hele objectieve verhaal los kan laten, maar wat er mij opvalt is, is dat je uh, uh, bij dit soort onderzoek er graag een verandering bewerkstelligd wordt. Dus mensen zijn gemotiveerd om een verandering te bewerkstelligen. En dat is wat ik eigenlijk heel ontroerend vind, ook om dat te zien bij studenten. En ze zien een soort situatie, ze zien een situatie, een probleem. Ze hebben een wens en ze willen daar iets mee doen. En ze werken toe naar die wens en dan halen ze alle kennis daarbij, zeg maar, om toe te werken naar de manifestatie van die wens. En eh, dat is ook een groot verschil, denk ik. En ik denk dat dat ook, ook een... Uh, ja, de eigenheid uitmaakt van... Van het soort onderzoek dat kan gebeuren binnen een kunsthogeschool. Dit is episode 27 van Radio Artes, een podcast bij Studium Generale Artes. Hey there, and welcome to another episode of Radio Artes. Before the tune, you heard a snippet of the episode that is about to follow. It's the first in what will be a recurring series in this feed called Research in Art Education. In this series, Artes researcher Fabiola Camuti interviews students, researchers, and managers working in the University of the Arts to discuss the importance, challenges, and possibilities of conducting research within art academies. Research is essential not only to the arts and professional art education, but also to our relationship with the world and society. For this reason, starting in 2022, a national research working group was formed. They will work together to strengthen the knowledge ecosystem and the research culture within our academies. This podcast series is connected to the events organized by the working group around the question how can we make research sustainable in our academies? In this first episode, called Sharing Best Practices, Fabiola talks to Lulu Linders, a third-year student audiovisual design at the Willem de Koning Academy, Els Cornelis, a relational artist and teacher at the HKU, and Dorothea van der Meulen, Dean of the Minerva Academy in Groningen and member of the QO National Research Working Group. I will hand you off now to Fabiola. So welcome, everyone, to the first episode of the Research in Art Education podcast series. My name is Fabiola Camuti. I am a senior researcher and educator at Artes University of the Arts, and I coordinate the research working group of KUO, the art sector of the University of Applied Science in the Netherlands. I am here today with three amazing speakers to start discussing together about the role and the position and the characteristics of research in our art academies, starting from the question. How do we make research sustainable in our institutions? To talk about this with me are Lulu Linders, a third-year student audiovisual design at the Willem decoding uh, Academy. She has a bachelor from the University of Amsterdam in Future Planet Studies and is working towards becoming a documentary director. So, welcome. Thank, Thank you. Lulu. Then I have Els Cornelis, uh, she's a relational artist and teacher at the AKU. And in addition, she initiated and started a collective research project with the name Pluriversity of the Arts. Welcome, Els. Thank you. And last but not least, Dorothea van der Meulen, Dean of the Minerva Academy in Groningen and member of the CUO National Research Working Group. Welcome. Thank you. So, what happened today? Today, uh, maybe one of you. Kan tell our listener, what did we do today here in Utrecht, 18 November 18, with a group of people that came from all over the Netherlands, I have to say, to discuss research in education in art academies. Ja, we hebben drie best practices gehoord vanuit Artes, vanuit Willem de Koning en vanuit Minerva, en ze waren alle drie enorm verschillend. Um, en bij uh, de eerste best practice van Artis was heel erg uh, mooi om te zien in hoeverre je je eigen uh, academische gemeenschap kan mobiliseren op thema's. En uh, zij hadden bedacht, we gaan het thema klimaatadaptatie pakken en dat doen we ook op een plek. Uh, in Zwolle hebben we, toen, hebben we gekozen voor de spoorzone, want de spoorzone is een plek wat nu een leeg industriegebied is... En wat uh, 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 een innovatieplek wordt. Er zit al een, uh, een plek waar onderzoek gedaan wordt. Uh, vanuit het midden- en kleinbedrijf wordt betaald. En Artes is van plan om daar naartoe te verhuizen in zeven jaar. Dus we dachten: nou ja, dan kunnen we eigenlijk op zo'n plek ook gaan kijken van. Goh, kunnen we dat niet ook al een nieuw soort onderwijs starten ja, Een soort proefplaats, een proefplek uh, uh, waar we dit soort dingen kunnen uitproberen. Nou, hoe kunnen wij een nieuw onderwijs creëren, een nieuw soort onderzoeksplek, uh, waarin eigenlijk kunst en wetenschap samenkomen en waar we bezig zijn of ruimte wordt gegeven aan onderzoek naar de wicked problems? Er komen zoveel grote problemen op ons af van duurzaamheid, veerkracht, gelijkheid, waar we eigenlijk geen antwoord op hebben en waar plek of ruimte gecreëerd moet worden voor onderzoek. Dat was, uh, is uiteindelijk Next Generation geworden, Next Generation Manifestatie van No University. Wat is het uitgangspunt van, de, van wat, we, wat we willen doen, is. Eén. Um, uh, uh, kennis moet aanwezig zijn. Open source. Uh, toegankelijk. Toegankelijk voor iedereen. Kennis. In dit geval ging het over kennis vanuit, Waar we heel specifiek klimaatadaptatie, klimaatkampus hebben gevraagd van, goh, stel alles ter beschikking wat jullie nu weten over hoe gaat die toekomst eruit zien. Wat zijn de grote vraagstukken met water? Wat zijn de berekeningen? Wat zijn alle. Alles eigenlijk hoe je kijkt naar van nu tot met 2050. Um, en Gates Art, uh, kunst, zichtbaar kunstenaars die werken met vergelijkbare vraagstellingen. Uh, uh, om de kijker, de maker die komt te inspireren aan te zetten. Uh, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Uh, een netwerk zodat je ook als je iets doet en start wel meteen door kan, door kan werken. Uh, en dat eigenlijk het hele geheel. Is een makerspace, een werkplek. We denken dat het is niet een, een, een plek waar je naarheen komt om te zitten, te luisteren, te leren. Maar je bent echt, daar ga je aan de slag en is het maken. uitgedaagd worden om te maken. Want we willen die nieuwe makers, um, die nieuwe verbeelders, aanzetten om hiermee met nieuwe ideeën te komen. En wat ik daar heel interessant aan vond, is. Um, ook dat je juist op die plek met uh, kunstenaars, met wetenschappers, maar ook met burgers, uh, met het MBO, het HBO, het WO, dat je op die plek, uh, dat je daar uh, 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 ideeën met elkaar deelt. En wat er ook aardig aan was, eigenlijk de vervolgvraag, en nu? Want dat is eigenlijk waar we allemaal mee bezig zijn. Wat moet, hoe kunnen we dit nu sustainable maken? En hoe kunnen we nou voor zorgen dat het onderzoek binnen het kunstvakonderwijs, dat we daarmee door kunnen gaan? En dat is best wel lastig. En daar zit ik echt, dat weet ik ook niet. Ik heb daar nog geen antwoord op. Behalve de dingen die we zelf nu doen. En dat is dat wij een, een, een lab op die plek van de spoorzone, een laboratorium gaan neerzetten, waarin studenten, vierdejaars studenten vanuit de Master, met een onderzoeksvraag, en technologie gekoppeld aan de Wicked Promise een, een vraagstelling neer kunnen leggen. En daar op langere tijd, een half jaar, in dat lab, onderzoek kunnen doen. Dus dat is een van de dingen die we gaan opzetten. Het uh, andere is dat we de gemeente zover hebben gekregen dat als daar vraagstellingen zijn en we komen prototypes uit, dat zij zoeken naar een netwerk van geldschieters die een prototype willen adopteren, Zodat er een eerste uh, uh, ja, Impuls komt om voor een groep of voor een student of een interdisciplinaire groep om door te werken? En ik vond bij Willem de Koning zat er al eigenlijk een beetje een sleutel. Van als je echt dit eerste jaar al begint met onderzoek, of eigenlijk met maken, eh, studenten daar goed in betrekt, dan heb je een hele mooie basis gelegd. om op een hele mooie reflectieve manier, maar ook te kijken naar al die ingrediënten die bij maken en onderzoek een rol spelen. Om die al juist in het eerste jaar met elkaar te ontdekken, dat vond ik heel mooi. We started with a crash course doing research in the real beginning of the first year for the first year students. So we did a crash course in October about what can research all be, and about research is so much. and about every individual has its own way of doing research it's just a kind of lecture of 20 minutes and after that we invited for every, each department a different alumni so the, the students or first year students can relate to the research that had been done by the fourth year student that already graduated Ja, en de laatste uh, 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 was een film uh, die, die ik uh, heel ontroerend vond, ook, waarin zag van hey, hoe ook uh, kunsten binnen het, uh, het zorgdomein echt het verschil kunnen maken. Nou, wat je dan ziet, is dat kunststudenten nadat ze soms een beetje in eerste instantie wat onwennig zijn, uh, zo goed kunnen kijken naar wat er de ander nodig heeft of wat er ontstaat bij de ander dat zij binnen de kortste keren een enorme vertrouwensband hebben met de bewoners. En dat komt omdat, dat heb ik daar geleerd omdat kunstenaars in ieder geval één ding leren op een kunstacademie... en dat is alles wat onverwacht is, alles wat verwarring oplevert... is juist wat je kan gebruiken in het artistieke proces. Volgens mij leerde je uh, om in het moment te zijn. Is het goed in het moment? Dan is het goed. Ik denk dat je tijd moet nemen de geduld moet hebben echt goed moet kijken en het kunnen, kunnen aanvoelen ook. Hè? Wat, wat iemand wil of wat iemand niet wil. Wij zijn gewend zeg maar, om zorg te doen. Dan zijn we gewend om dat snel te doen, vlot te doen. En om uh, ja, heel snel resultaten daarin te behalen. En wat we merkten toen we met kunstenaars gingen samenwerken was dat zij gingen vertragen. En dat was voor ons heel bijzonder, want dat deden wij eigenlijk nooit. En juist in dat vertragen en kijkt er nog eens naar... En doe het nog eens, uh, merkten we dat, er, uh, dat we hele andere dingen gingen zien en gingen doen. Uh, dus ook hoe kunstenaarschap in dat zorgdomein, um, in verbinding met medewerkers, maar ook met bewoners, um, ervoor kan zorgen dat, dat je ook echt iets doet, niet alleen voor bewoners, maar voor ook het klimaat binnen eigenlijk zo'n instelling. Uh, dus dat was een mooi voorbeeld, denk ik. Maar het is eigenlijk alle drie heel divers. Um, ja, en ook uh, wat ook wel veel vandaag was, was discussies over wat gepresenteerd werd. Jullie vertellen niet een theorie, maar jullie hebben het geïncorporeerd. Dus je, de manier waarop jullie daar staan te acteren met die mensen, en dus niet te acteren toneelsperk, maar daar, daar proef je dat voorkomen integer is tot de vezels van wie je bent en ja, dat, dat vind ik zo. Dat hoort bij een kunstenaar. Je doet dit niet omdat het in een boekje staat, omdat het opgeschreven staat, omdat het iemand anders voor jou heeft gemaakt. Of, maar dit is helemaal een zelfontdekkingsweg die je gegaan bent in relatie tot de mensen om je heen. En dan komt dit uit. Dan denk ik, ja, ik vind dit echt prachtig om En ik vind dat jullie, jullie zijn beyond research. Dat vind ik. Jullie zijn voorbij research omdat je eigenlijk research toepast, in plaats van dat je een soort lesje research aan het doen bent. zit het wel neer. Dat is beyond research. En dat zie je soms bij hele goede research. En ik vond vooral de, soort van de vraag die telkens terugkwam, wat is research nou eigenlijk? En uh, ook de vragen, uh, research binnen kunstonderwijs en dan... Specifiek in Nederland heb je gewoon die verdeling van verschillende onderwijsvormen van MBO, HBO, WO en hoe kan je dat die grenzen overschrijden? Daar ging het ook veel over. There is no hierarchy as an MBO student. We are referring to the conversation we had before. MBO students start at a different point of doing their research as the VWO student, and it's all oké. En ik ben altijd heel erg bezig om al die grenzen die er zijn. Dus dat is. MOO, dat is HBO, dat is master. Dat, die grenzen die wil ik eigenlijk. ja wil ik eigenlijk altijd een beetje oprekken, vervagen. Ik vind het heel belangrijk dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van verschillende mensen. En niet dat er gezegd wordt, oh, dat is minder want dat is dat soort onderwijs, of dat is dat. Of het zit in een lijn van laag naar hoog. Nee. En dat vond ik ook wel heel belangrijk. Omdat je natuurlijk bij research heel vaak heel snel denkt aan, of in Nederland heel snel denkt aan uh, universitair research. Uh, academisch heel erg met bronnen en teksten. En het gaat juist eigenlijk over het uh, in de praktijk brengen en het maken en het, de kunstkant ervan. En uh, um, ja, dat vond ik wel een hele belangrijke uh, element van de hele discussie vandaag. Yeah. and to make the, the let's say the overview of the program of the day complete we, we had a full program today so we had to choose uh, for the sake of uh, this podcast <laughs> on which best practices we were going to focus on but we had in a parallel session uh, three other examples presented by three other uh, academies one presented by AKU and it was called expanded narratives so about research with a, between creative writing and robots uh, for healthcare and then we had uh, the uh, Fontes, uh, who presented uh, a, a, an example about the role of the teacher uh, researcher, so the docent-onderzoeker, and how can you position the, the, the teacher within a research project. And then we had Coddards, who presented how uh, they work within the academy with a specific research structure, how embedded it is in, uh, in their uh, different curriculums, and, uh, and how they're going to then Disseminate it and show it to the public through a research festival. But we're going to focus on the three examples that you all uh, follow today. And my first question for you three is how do you look at the cases from your personal experience, starting from your role? Because what I uh, aimed at in inviting you three is that you, you occupy, let's say, a completely different function, a completely different position within different academies. So you're a student, Lily. en uh, 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 Dorothea, je a director of course, en so and, je and teacher-researcher. So I'm really interested, how do you connect to these practices from your perspective, from your position? Ik, um, ik vond eigenlijk het, het, het voorbeeld, het tweede voorbeeld dat we gehoord hebben, over het, uh, het model, zeg maar, en die crash course dat in het eerste jaar al gegeven werd, vond ik um, heel mooi, omdat het eigenlijk ging over het empowering dus het krachtige zeg maar het sterker maken van studenten zelf en dat is iets wat we natuurlijk vaak zien dat studenten op een bepaald moment ze moeten onderzoek doen en er komt een heel grote faalangst boven van onderzoek dat is iets buiten mijzelf en um, wat dan heel duidelijk was bij dit voorbeeld bij deze best practice is dat er eigenlijk gezegd werd, werd jullie zijn al het aan het onderzoek doen hè? jullie doen het al we one of us is interviewing the student live As a kind of, and we are going to, uh, we are directing their research, so what has been done before uh, the project uh, was in, uh, exhibited. So, the cutting table, as we call it, is a way to connect to their own practice because the lecture is for every student the same, again, to create this uh, equal footing and to the share its vocabulary, but the cutting table is specific for each department. En last but not least, we uh, tie it all to an assignment that is already happening at that moment. So we don't come in like we're from research station and we're going to tell you what research is, but we connect it with the major tutors that were lecturing at that point. En dat werkt zo uh, motiverend en uh, versterkend van een eigen positie. Maar ik denk ook, ik moet dan ook denken aan de positieve psychologie dat je, Vanuit de positieve psychologie, dat je één aspect, zeg maar, uh, dat je goed doet, altijd maar groter maakt. En dat deed mij daar heel erg aan denken. Dat je eigenlijk een aantal vaardigheden die je al heel goed kunt eigenlijk, maar niet bewust bent, omdat je het uh, vanzelfsprekend aanneemt, dat je dit doet, dat je die uitvergroot en uh, van daaruit ook andere vaardigheden, zeg maar, kunt ontwikkelen. Vanuit een soort gevoel van, van veiligheid en exploratie. Dus dat vond ik eigenlijk een, een heel mooi voorbeeld. Ja. Uh, really interesting that you mentioned that because, of course, it goes. Uh, and I'm really curious to hear also from you directly as a student who experienced directly yeah. that course, because it's, it, it, it it touches upon two different levels. So both the students and then the the teaching of the teachers. So how do you work also for the does a work that model for the teachers in order for them to embed in their own practice this kind of way of working with research? But how was it for you then? Um, now. Ik heb zelf niet deze Crash Course uh, gekregen toen ik in het eerste jaar zat, omdat die net ontwikkeld is, mm -hmm. uh, maar ik heb wel een keer uh, bij mogen zijn, omdat ik uh, dan de, het snijtafel onderdeel, wat zij doen, de, de cutting board uh, onderdeel. Dat, dat, dat was ik. <laughs> ik, ik uh, mijn mijn uh, werk werd onder de loep genomen. Wat, is, wat doe ik? Wat research is voor mijn medestudenten? Um, maar, uh, dus dat, dat heb ik meegerekend. En ik had wel heel erg. Dat ik dacht, oh, ik had dit nodig. toen ik in het eerste jaar zat. Um, en dan. Uh, want ik kwam zelf van. Uh, ja, de universiteit. waar ik zo erg in mijn hoofd zat met. research is. papers lezen. en goed je bronnen gebruiken. en heel diep gaan in Google Scholar. <laughs> um, en dat. Uh, en ik kwam daar pas uit nadat ik, zeg maar uit die, uit die gedachte, kwam ik pas nadat ik er echt uit was geforceerd door een docent. Die zei: Oké, okay, nu ga jij iets doen en je neemt alleen je camera mee en je gaat gewoon ergens helemaal anders. En het gaat alleen over jouw ervaring. En dat is research. En dat had ik, ik had toen een soort van hele goede ervaring. En dat was een soort van uh, half geluk, maar ook goed onderwijs, denk ik. <laughs> maar um, ja, als dat, dat was. Uh, eigenlijk die crash Course die ze nu hebben ontwikkeld in ja een soort van toevalligerwijs uh, kwam dat eruit. Um, dus ik denk wel dat dat iets is wat iedereen nodig heeft want als je ook als je van de middelbare school komt in Nederland dan heb je uh, zo'n andere manier soort van zo'n manier aangeleerd van hoe om te gaan met informatie en die zo buiten jezelf ligt altijd en dan kom je in een kunstacademie waar het hele het gaat over jouw gevoelens en jouw ervaringen. En dan denk je, hé, wat, wat bedoel je? Dat is toch niet. Ja, uh, yeah, je moet eerst leren dat dat waardevol is. Ik denk dat dat uh, heel nuttig is van deze nieuwe methode die ze hebben ontwikkeld. En voor jou, Dorothea, because of course you as director of an academy you have yeah. a completely different role in de in way you mm -hmm. look at this project, because you also yeah. manage. You have also the yeah. management part. So yeah. you have the vision part, of mm -hmm. course, but you also have the management part on your shoulders. So, yeah. And how was it for you today, for the, looking at um, these experiences? Um, nou, om aan te sluiten op, uh, zeg maar, de crash course, wat wel heel interessant is, dat je eigenlijk direct in het eerste jaar begint om uh, onderzoek op deze manier te introduceren, op een hele, lijkt mij, hele fijne manier, heel prettig, ook vanuit het maken. Dus uh, ook iets waar ik van denk: oh, daar zou ik ook wel mee willen experimenteren. Wat een mooi model. Dus dat, dat kunnen we denk ik allemaal meenemen naar huis. Twee, wat ik ook wel mooi vond vandaag, is waar gebeurt het? En het gebeurt vaak buiten. Dus uh, we, we hadden een mooi voorbeeld uh, in Zwolle. Hè? Dus je gaat echt naar een plek toe en die ga je ontdekken. Hoe zouden we die plek van de spoorzone. Waarin een potentieel wordt van dat daar artes misschien naartoe gaat, dat daar het CBO op het zit, dat daar al een, een innovatieve plek zit per onder 38 waarin onderzoek wordt gedaan. Hoe zouden wij ook daar in de komende jaren gebruik van kunnen maken, door eigenlijk al een soort nieuwe soort onderzoekslab te starten voor toekomstig onderwijs, waarin juist de studenten van verschillende lagen, verschillende opleidingen elkaar ontmoeten. Dit soort dit zich blijft herhalen in het klein en steeds in het groot als een soort puls doorgaat. Maar dat je eigenlijk op die manier ook uitvindt: ja, hé hey, wat kan zo'n plek zijn als wij uh, daar een nieuwe school gaan bouwen? Wat voor school moet dat dan zijn? En, uh, en kan zo'n school ook echt veranderen? En kunnen we daar? Daar ga ik wel heel erg op aan, want ik ben veel te bang dat, dat het weer allemaal gewoon hup zo, hup en het hele gebouw wordt dan in een nieuw gebouw geplaatst. En dan zijn we weer klaar en dan is het weer een aantal jaar verder. Nou ja, dat is het meest aannemelijke wat er gebeurt. Maar ik zou dat dood en dood zonde vinden. We zagen natuurlijk ook in het voorbeeld van Minerva, je gaat ook naar een plek toe. En op die plek heb je contact uh, met uh, interdisciplinair, met verschillende disciplines. En ik denk dat daar onderzoek nu ook over gaat. Um, en... Het gaat er nu ook over, en dan, dan even vanuit mijn rol als directeur. Um, als kunstacademie wil je midden in die samenleving staan. En er wordt ook steeds meer een beroep op ons gedaan. En um, dan is het altijd de vraag, en, en, en wat is dan de invalshoek? En ik denk dat we juist met onderzoek, en juist dat ook dat, dat opzoeken van elkaar in het interdisciplinaire. Juist vanuit de kunst een enorme bijdrage kunnen leveren. Vanuit misschien dat, die onbevangenheid van het niet weten, het, het uitzoeken, het reflecteren, maar, um, maar ook vanuit een fascinatie aan het werk zijn met, met onderwerpen. En dat zag ik eigenlijk vandaag ook, um, dat, dat juist uh, kunststudenten dat ook heel graag willen, dat ze daar ook heel erg voor gaan. En waar denk ik toch wel echt iets, iets is waar we ook als kunstacademisch meer naar moeten kijken. En hoe kunnen we dat met de hele gemeenschap doen? Dus hoe kunnen we ook onderzoekers meenemen, maar ook docenten meenemen. En, en, en samen ook kijken wat onderzoek uh, betekent. En daar gaat het ons natuurlijk ook om in de werkgroep. Hoe kunnen we lectoraten onderzoek en ook uh, zeg maar het onderwijs nog meer met elkaar verbinden. Ja, yeah, en also what you mentioned, I find it really. interesting what you mentioned about the fact that uh, those are a lot of projects that go outside so maybe this also gives us a lot of yeah way to think about the future of our art schools and uh, what do we want to achieve with our art schools and what what does it mean in this specific yeah Cultural, historical juncture to to stay inside an institution and to connect the institution with a building. Maybe it doesn't make the sense that it made 20 years ago, 50 years ago. And then maybe uh, you know the, the example of Artes, for example, that you mentioned in Zwolle, was connected to this initiative that is no university. And I think it's also no the, the no in front of university is also this provocative way of saying okay, maybe we have to get go beyond. The idea of the university and maybe go outside and uh, and maybe in order to get inspired and inspiring, we need to step outside and see what happens. And especially for art schools, I think this is extremely important. So, but now I'm curious also to hear about. We mentioned a lot of um, uh, interesting and inspiring uh, parts of these examples, but where are the problems? And In the examples themselves, but where would you see the problems for if you would apply that best practice in your daily experiences, in your, in your academy? So, what doesn't work en what makes them maybe still not completely sustainable, in, in your view? Ja, yeah, zoiets so als wat ze in Zwolle deden bij Artes. Ja, het gaat dan helemaal over klimaatadaptatie. En dat is heel belangrijk, een heel belangrijk groot onderwerp. Um, en ik heb wel het idee dat bij zulke soort onderwerpen, als je daar echt iets uit wil halen, wat ook uh, echt, een soort van, als je het gaat over kunst toepassen op wat ons, ons leven en onze samenleving, uh, dan moet je wel een soort van heel hele specifieke, hele, vaak heel ingewikkelde kennis hebben. En uh, ze hadden wel een leuke voorbeeld dat ze ook echt... Um, experts hadden uitgenodigd om dingen uit te leggen. Maar ik denk dan, ik, heb, ik had wel dat ik dan denk: oh ja, als je dat verder zou uitbreiden, als je echt zou willen vragen van die studenten, van mij als student, om um, daar echt iets mee te gaan doen met klimaatadaptatie of zo'n uh, uh, in, zo, in deze manier waarop zij het nu hebben gepresenteerd, wat een soort één uh, grote dag is, waarop je het heel veel. Uh, interactie hebt en, en, en uh, heel veel presentaties en dergelijke, dan moet je toch ook heel erg goed leren hoe je omgaat of hoe je komt bij die kennis en een soort van dat is dan toch een soort van de wetenschappelijke methode die daar toch ook bij komt kijken. Dus ik zou en dat mis ik misschien het meeste in kunstonderwijs is hoe geef je kunststudenten um, de mogelijkheid om Toegang te hebben tot die wetenschappelijke kennis, zodat ze daar iets mee kunnen doen. En dan op hun eigen manier. Dus niet dat zij het wetenschappelijk hoeven te onderzoeken, maar dat ze het wel kunnen begrijpen. Want uh, ja, de, waar ik het net over had, diep in Google Scholar, uh, dat is gewoon een hele andere taal, een hele andere wereld. Um, maar er is wel informatie daar die je als kunstenaar heel goed kan gebruiken. Dus Mag misschien je dat je ook ja. ik dat miste nog. Maar dat krijg je. Ja. Weer? ja. Want misschien zit de oplossing om collectieven te vormen. Dus ik kan mij voorstellen dat nee, als kunstenaar... Je hebt een specifieke expertise, die is heel belangrijk. Die wordt vaak onderschat, maar ik geloof echt in het belang daarvan... en in de kracht om mensen ernaast te zetten... Die, die wetenschappelijk onderlegd zijn, die filosofisch onderlegd zijn. Dus ik denk dat zo'n team dat daar heel erg goed kan werken... Om die urgente vragen inderdaad die spelen, om die op te lossen. Dus ik geloof niet dat wij al, alle specifieke kennis zeg maar, zelf moeten kunnen belichamen, maar ik, ik hoop om een collectief te kunnen vormen en mensen aan elkaar te kunnen verbinden um, om samen die vragen te tackelen. Ja. Maar hoe zou je dat dan doen in een, zeg maar voor mm. mijn onderwijs nu? Ik zit ja. alleen maar met mijn klas, zeg maar. Ja. Uh, en dan werk ik wel nog vrij interdisciplinair met. Ook mensen van uh, illustratie en graphic design ja. en dergelijke. Maar niet met mensen van WO nee. of MBO. Ja, ook hetzelfde geldt voor ja. de mbo-opleidingen, daar heb ik ook geen contact mee. Ja, dit is, dit is een, um, het is ook een hele goede vraag. Uh, zie ik uh, Academie Nerv is onderdeel van de Hans Hogeschool. En uh, ik heb inderdaad het voordeel dat. Um, dat er, um, dat er instituten zijn waar we heel graag mee willen samenwerken en ook doen. Dus Life Science en Technology vinden wij bijvoorbeeld heel interessant, want daar kunnen we proefjes doen met materialen. Dus we zijn nu bijvoorbeeld bezig met algen. En algen, algen kunnen licht geven, met algen kun je zelfs ook producten maken. Um, en uh, we zijn met product design bezig, dat, dat is weer voor de hand liggend. Maar zo is ook eigenlijk het project dus vandaag van, ja, we hebben natuurlijk ook met de, met de zorgopleidingen, hebben we ook contact. Dus we hebben in uh, een grote uh, um, hbo-instelling de mogelijkheid, dat is allemaal praktijkgericht onderzoek. We hebben zeventig lectoren, dus we hebben ook een lector op het gebied van klimaatadaptatie. Mm -hmm. Dus studenten kunnen daar ook naartoe en daar die kunnen ze dus ook een stukje onderzoek doen. Dat is, dat, is, uh, dat, dat is prachtig en het lijkt ook heel prachtig. Maar waar wij dan natuurlijk wel tegenaan lopen, is uh, dat elk instituut is weer anders georganiseerd is. Uh, dus het kost uh, best wel heel veel tijd om, om die aansluiting gewoon goed te zoeken. En we merken ook dat onze studenten dat nog heel lastig vinden om dat zelf ook te vinden. Ja. Dus als je een hele fascinatie hebt over algen, nou daar kom je er wel. Maar um, het, het, is, het is niet recht, direct in je gezichtsveld. En dat is eigenlijk de volgende stap die we ook ja. moeten maken. Van hoe krijg je dan dat we dat ook echt nog meer bij elkaar brengen. En dan gaan we inderdaad in, in teams en collectieven veel meer met elkaar uh, werken. Dus op die manier proberen we eigenlijk die verschillende disciplines bij elkaar te brengen dat vond ik eigenlijk ook het mooie van vandaag dat, dat het onderzoek vaak in relatie stond tot hè, tot inderdaad mensen die lijden aan dementie um, mensen, um, het eerste project ja inderdaad mensen in relatie tot elkaar hè, rond een aantal themas dus die relaties zeg maar, uh, tussen elkaar dat is eigenlijk het, het interessante denk ik aan, ja. aan dit soort onderzoek en dat is misschien ook, ook het verschil met academisch onderzoek. Het is toch een soort geobjectiveerd, het is mm -hmm. objectief onderzoek, het is afstandelijk. En wat ik het mooie vond aan, aan deze presentaties, is dat de persoonlijke ervaring en de persoonlijke verbinding met iemand anders of met een thema, dat dat heel erg belangrijk was en dat dat eigenlijk de kern vormde van die projecten. Yeah. now you all mentioned of course like different way of looking at research that is still research because you mentioned of course the difference uh, uh, of working with research on uh, on different platforms and and different disciplines within ABO uh, uh, that is big as the Hansa. so of course it has different uh, department and uh, and you mentioned the difference between the uh, academic uh, uh, research and the applied science or the art research I'd say. and you brought in, this uh, difficulties in connecting with this three level uh, mm -hmm. in the netherlands of vo uh, hbo mbo which is which makes me think about what do we look uh how how do we see uh, research when we look at it so there's still um, a way of looking at research when we mentioned the word research already vo the term vo is in fact wetenschappelijk yeah. <laughs> so there's research behind the base is wetenschappelijk and HbO doesn't have the beta like so the, it's almost as if research is not there. Let's not even talk about MbO, but there is a lot of research going on, on MbO level and HbO level, as much as is going on at VO level. So, and we come from art academies, so we belong to the applied science world, and uh, as much as this compartmentalized world sometimes give, gives me problems, I have to say, mm -hmm. I find it still a little bit too, yeah, extremely compartmentalized and still not too much in dialogue. Um, where is, our, um, where is our spark <laughs> as a as university of the arts, as art academies? Because sometimes I have the feeling that, and I say it by bringing myself in the midst of this storm, being a researcher, that, and coming also having done my PhD and my experience in, in research universities, so that we kind of look up to the research universities as if we want to be them and uh, there's also been there's, there's been also a kind of a heated discussion on uh, national newspapers about this about being recognized as university or maybe not being recognized as university so but what do we want to achieve where do we want to go when we talk about research why is research so important for us and uh, i i mean i have my my ideas but i'm really curious to hear from you um, and Wat research en wat stappen, which steps do we have to take as art academies to do our research and to really do it collectively? Uh, we hebben nu ongeveer twintig jaar lectoraten in het kunstvakonderwijs. Dat is nog maar heel erg kort. Mm -hmm. um, en dat zie je ook. Ik denk dat we echt pas de laatste jaren veel meer nadenken over onderzoek. En uh, wat ik denk uh, en dat gaat nu eigenlijk ook al gebeuren, omdat we er, nou misschien ook zo als vandaag er, heel mooie voorbeelden van gezien hebben. Um, onderzoek gaat een steeds grotere rol, denk ik, spelen in het uh, kunstvakonderwijs. Waarom? Dat hebben we vandaag ook gezien. Het maakt je wereld veel groter. Je kan als kunstenaar um, alleen je ding doen, alleen, maar je kan dat ook in andere domeinen doen. Je kan alle andere rollen, je kan in collectieven met elkaar werken, je kan met andere disciplines werken. En, um, maar wel vanuit het praktijkgerichte en dat is denk ik wel mooi dat we in het HBO zitten. Het is heel erg praktijkgericht, dus op het maken gericht, op het op het op uh, um, en en um ik denk dat we dat verder nog, nog veel meer uit kunnen uh, werken. Straks, ook naar de, de professional doctorate. He, we hebben een bachelor, master, zometeen ook een professional doctorate. En dat is op hetzelfde niveau als het universitaire niveau. Maar waar we daar ook heel erg insteken op dat maken, op dat eigen artistieke. Maar ook op de interventie. En daar, dat laatste daar ben ik nog, daar ben ik heel blij mee. Dat we zeggen straks. Uh, um, met, met die derde cyclus die eraan zit te komen, dat, dat we heel krachtig vanuit het kunstenaarschap, vanuit die research, die interventie kunnen doen, daar waar we willen doen. Dat kan, dat, kan, dat kan overal zijn. En als je kijkt naar de PhD, en we hebben ook wel een artistieke PhD, dan zie je daar nog steeds dat je heel erg veel vanuit, ja, ik noem het toch even het methodische onderzoek, maar ook meer die. die, die, die Academische vraag mm -hmm. uh, um, naar onderzoek kijkt, um, dus ik denk dat wij straks een hele grote stap uh, kunnen maken. Ik, ik wil daar wel op reageren. Ja. Dat, um, <coughs> volgens mij zei Els net uh, ook over het vers, soort van het objectieve en het subjectieve verschil tussen onderzoek. Ja, uh, uh, hoe noem je het? Universitair onderzoek wordt um, dan meestal wordt het gezien als heel objectief, en ik denk dat waar kunstonderzoek, artistic research heel erg iets kan bijdragen, is juist dat subjectieve. Dus juist dat hele objectieve afwijzen. Want ja, voor, voor mij, in mijn beleving, bestaat objectiviteit helemaal niet. Is dat iets wat verzonnen is om een soort van zeggen, dit is de waarheid, maar daar, die, ja, voor mij is, die, is dat veel vager en genuanceerder. En ik denk dat als uh, kunst on, uh, ja, kunstonderzoek kan daar denk ik echt, echt iets toevoegen dat je gewoon dat hele objectieve verhaal los kan laten. Ja, ik zou zelf wensen dat we het kunnen zien als complementair. Ja. Dus, en ik denk dat we daar zelf als kunsthogeschool een enorme stap in te zetten hebben ja, om onze eigen zelfs. kracht te ja. omarmen. Ja. Maar misschien ook inderdaad het onderzoek, wat je net zei, over het, over het onderzoek binnen MBO. Om dan mee te nemen, zeg maar. Hoe positioneren wij onszelf ten opzichte van onderzoek aan universiteiten en onderzoek in mbo? Wat is onze rol en hoe kunnen wij die verbinden bijvoorbeeld? Wij zouden een tussenschakel kunnen vormen tussen die beide partijen. En ik denk dat dat een heel interessante invalshoek zou kunnen zijn. En ook opnieuw versterkend voor, voor eigenlijk alle drie, maar ook de verbinding van elkaar. Um, en wat dan mij ook opvalt is... Um, ja, we hebben het nu gehad over artistiek onderzoek, hè, maar eigenlijk ontwerp of creatief ontwerponderzoek is ook heel interessant. Of artistiek ontwerponderzoek. En nu loopt alles een beetje door elkaar ja. Uh, ja. In, in onze discussies ook, in ja. de practices, wat ja. dat prima is. Hè, wat, dat ja. kan ook heel interessante gesprekken opleveren, die verwarring. Um, maar wat dat mij opvalt is, is dat je um, uh, bij dit soort onderzoek er graag een verandering bewerkstelligd wordt. Dus mensen zijn gemotiveerd om een verandering te bewerkstelligen. En dat is wat ik eigenlijk heel ontroerend vind, ook om dat te zien bij studenten. En ze zien een soort situatie, ze zien een situatie, een probleem. Ze hebben een wens en ze willen daar iets mee doen. En ze werken toe naar die wens en dan halen ze alle kennis daarbij, zeg maar, om toe te werken naar de manifestatie van die wens. En eh, dat is ook een groot verschil, denk ik. En ik denk dat dat ook, ook een, uh, ja, de eigenheid uitmaakt van van het soort onderzoek dat kan gebeuren binnen een kunsthogeschool. Ja, sure. Uh, th 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 i find this really really interesting because it's also it gives the position to being let's say in the middle <laughs> as uh, university of applied science gives us the possibility of looking at both sides and like gives us the option of like br bridging these gaps uh that are there sometimes but also um we're in a like what you mentioned Rita, that there's like th the lectorate are there since not, not not so long so long. And so it's kind of a moment of development for the position of research, the quality of research, the type of research that we're doing. And I see it as a as a really big chance to look towards like the future of our art institutions. So and it is actually full of possibilities. Yeah. And uh, it, what I what I experienced today is like as if I were trying to define a field without necessarily wanting to put the, the, the final dots at the end, and that's something that I find that and that's really inspiring. And that's where I think the art schools can come in, because yeah. what we're good at is in, is non is like leaving things a little bit vague sometimes. <laughs> yeah, that and it's is where it's. it's but a, Ik had wel, daar dat hadden wij het ook nog even over, Els. Ja. Ik heb ook wel behoefte om, om dat meer te gaan duiden met ja, elkaar. Ja, ik ook, ja. Want we, we hadden ook bedacht vandaag om die lexicon een stukje verder te brengen. Ja. En toen kwamen we eigenlijk uit: dat is ons nog niet gelukt. Nee. We, dat is waar. we, we, we zaten nog helemaal in deze casussen die we eigenlijk nog, nog helemaal moesten doordenken. wat er nou precies uh, allemaal gebeurde. En dat is allemaal zo divers. Dus ik denk: ja, wij zullen echt nog wel. Uh, veel door moeten werken met elkaar in Nederland om, 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 um, 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 om, om zo taal met elkaar te vinden dat we elkaar ook gewoon, gewoon begrijpen en ook wat dat betekent eigenlijk onderzoek in, in, in het kunstvakonderwijs. Ja, yeah, building a sort of uh, constellation uh, yeah. of everything that is happening. Ja, yeah. Ik ben a heel name. blij met het gesprek hoor. Nou, no, no, zeker niet Dat vind ik ontzettend goed. Yeah. Ja, ik, ik denk dat de ruis heel interessant kan zijn. Yeah. Ik had een, een docent aan de Rietveld Academie... en hij zei van: de interessantste informatie zit in de ruis. Maar ik denk oh. ruis in combinatie met kaders. Ja. Dus, ja. dus als alles ruis is, ja. dan verdwijnen we zelf. Ja, exactly. En ja. verdwijnen ja. we de discussie. En dus ik denk zo'n categorisatie van welk soort onderzoek bestaat, waar hebben we het eigenlijk over? En waar zit dan de spanning, waar zit de schuring? Dan maakt het juist interessant en en daar daar kunnen we iets van leren denk ik. And I think we we're really now in this moment of like okay we developed until a certain extent and now we're kind of like keep on developing but we need to define ourselves yeah. in this and I find uh this kinds of events and uh, uh that we're that we like the one we had today but like the ones that we're planning to do like a really good step towards this like a yeah. really good way to inspire each other and to start this conversation because then we have to let's say that the the the, the Pro, dat the Nederlands is not, not such a big country. So we yeah. can actually do it nationally. Yeah. And, uh, and that doesn't happen often, not everywhere at least. Yeah. So we can do it together. And uh, today was an example of something that can be done. Ja, yeah. nou en wat ik mooi vond is, um, we hadden natuurlijk uh, ook vandaag lectoren. We hadden uh, lectoren en het onderwijs uh, vandaag bij elkaar. En dat is. Echt, denk ik, voor de eerste keer. Want uh, lectoren komen met elkaar, uh, die hebben een platform en wij kwamen ook altijd bij elkaar in een netwerk. En nu voor het eerst hebben we samen hier het gesprek over. En ik denk, willen we het verder brengen aan onderzoek, dan hebben we ook echt wel die lectoraten nodig. Zeker, ja. om dat samen met het onderwijs te ontwikkelen. Yeah, absolutely. And I, I think they were all also really interested and also inspired by some of the examples that were there, were presented there, and like surprised and like happily surprised. So mm -hmm. that it's good to show that there's because there's a lot going on, and it's not only that we don't know about it. Uh, Nationally, but sometimes we don't know about it within our own institution. Mm -hmm. So, and because I, I really think that research and education should be combined way more. But then something needs to happen, for example, and I know from Dorothea that she always mentions, of course, the opleidings and beroeps And it's important that that gets mentioned because yeah. probably there, you know, you always have to start yeah, from the start. And the start in our academies are the students. En de educatie die we gaan geven En als je dat niet verandert, misschien als je niet de ruimte creëert voor onderzoek daar, misschien gaat misschien niet gebeuren. In relatie tot, tot wat jij nu net zei, vind ik het heel interessant om terug te gaan naar het eerste voorbeeld dat we samen gezien hebben van uh, artis, um, waarin uh, Jeroen Lutters na de presentatie aangaf van eigenlijk kan zoiets organisch ontstaan en er is veel mogelijk. En uh, bij mij ja, gaat dan eigenlijk een soort alarmbel af van ik hou ook van die vrije ruimte, maar die vrije ruimte die moet wel bestaansrecht hebben. Die moet gecreëerd worden of misschien zelfs verdedigd worden of, of uh, geforceerd worden. En ik zit me dan af te vragen in het systeem dat we nu hebben, hè, van hoe dan onze kunstmogenscholen opgebouwd zijn, maar ook de wereld als geheel. We hebben een systeem eigenlijk van, van uh, subsidieorganen, um, bijvoorbeeld. Um, dus hoe ga je daarmee om? He, dus dus in, in relatie tot inderdaad, beleidsprofielen, hoeveel vrije ruimte kan er zijn en hoeveel vrije ruimte kunnen wij claimen um, in de werksetting waarin dat we bewegen? He, dat hebben we hebben inderdaad te maken met studenten die moeten afstuderen, we hebben modulebeschrijvingen, er moeten studiepunten verdeeld worden, competenties. Dat is toch uiteindelijk de wereld waarin dat we opereren. Uh, het is een systeem dat, dat werkt, maar er zitten ook kanttekeningen aan. Dus, dus daar ben ik eigenlijk zoekende naar die vrije ruimte binnen het instituut dat we nu kennen. Ja, yeah, that's, that's really important and I think that's really also connected with the idea of duurzaamheid and sustainability. So the question how do we make research, research sustainable in our institutions? For me it's really important because like yeah, how do we make it in a system that is actually quite strict? So it's not that there's yeah there's room for movement, but like you said sometimes you have to fight for it and of course we all love a fight. I mean mm -hmm. it's fine, but How can we change that system en uh, remodel? How can, how can we remodel it so that we can have space for research in Ja, yeah. nou, ik denk Willem de Koning is natuurlijk een goed voorbeeld. Mm -hmm. uh, je kan dat als je yep. wil in het curriculum uh, inbrengen. En we hebben beroeps- en opleidingsprofielen, maar die schrijven echt niet voor wat je in het eerste, tweede, derde, vierde jaar doet. Dus daar zit echt wel ruimte in bij elk instituut om, de, om dat uh, op te gaan zoeken. Um, wat heel erg ga, gaat helpen, zeker als je wat een groter instituut bent, dat je zegt van ja, ik, ik ga het wel, um, ik ga mijn curriculum een beetje in partjes indelen. We hebben bijvoorbeeld partjes van vijf EC's. Dus we hebben 5, 10, 15, 30. Dus dat betekent ook dat je uit kan wisselen met, met een ander Kroho. Dat heet dan een Kroho, hè? Dus, maar, maar als een ander 2, 4, 6 heeft, nou, dan wordt het alweer heel erg moeilijk. Ja. Dus je moet ergens iets van een structuur met elkaar afspreken, iets van kaders. En als je dat doet, dan kan je ook veel meer uitwisselen. Um, we hebben bijvoorbeeld semester 6, dat is derde jaar, dat is 30 EC's. Daar mag je uh, uit gaan wisselen. Je mag een onderzoekstage doen. Gewoon bij ons in de lectoraten mag je doen. Um, je mag naar het buitenland. Je mag een minor doen. Dus dat is een soort vrij semester waar je alle kanten mee op kan. En we zijn wel bezig om te kijken: moeten we ook niet iets in semester 7 doen? Dat is eigenlijk het afstudeerjaar. Maar wat zou het mooi zijn om dan iets van een project echt buiten te doen? Want anders ben je het heel jaar bezig met afstuderen. Dus je, je hebt eigenlijk al best heel veel ruimte, als je wil, om iets in het curriculum te doen. Hm. Goed om te weten dan. Ja. Yeah. <laughs> en <Yeah. laughs> yeah. how do you look at that? At, at how the institution is structured. Um, ja, voor mij als student voelt eigenlijk de school echt. is het maar met extreem veel regels waar ik me allemaal aan moet voldoen. Um, en. en maar wel ook um, uh, als je de goede docent vindt, dan kan die je helpen om de regels te door, doorbreken. Om er, <laughs> er een soort van tussendoor door te gaan. Um, er dan dat, dat zeg maar, heel veel van de vrijheid die ik dan heb eigenlijk komt doordat uh, veel van mijn tutors toch gewoon hun eigen uh, ideeën hebben en die toepassen. En dan zeg maar, dan, dan, dat, dat er, er, wordt dan ook wel gewoon gezegd, dit is ja, niet per se de bedoeling. <laughs> uh, en in, nu heb ik, nu hebben ze het, bij uh, audiovisueel toevallig net het uh, curriculum een beetje veranderd, waarin, waardoor ineens bij uh, dit semester, wat, nu, wat we nu hebben, een heel vrij project hebben, waar we helemaal zelf ons project mogen. Bedenken eigenlijk. Um, en dat was altijd heel, heel erg. Um, er moet dan een documentaire worden gemaakt. En dat was, dat was het altijd al jaren. Uh, dus qua curriculum is dat wel heel fijn dat er daar dan iets meer vrijheid in, on is, een, in is ontstaan. Um, maar uh, dat is dan binnen mijn major, zeg maar, zoals dat bij Willem de Koning heet. Terwijl als je daar buiten gaat, dan is alles weer. Heel, uh, dan moet het allemaal weer op een bepaalde manier. Um, dus ja, ik vind, het, ik vind het... Ik voel nog niet he heel nee. veel vrijheid in nee. die... Maar nee, dat je zou het flexibeler vinden. willen. Ja, ik zou ja. het flexibeler ja. willen. Ook, ook bijvoorbeeld juist wat jij net zei, het afstudeerjaar is... Bij de Willende Koning is dat een half jaar. En dan heb je daarvoor een half jaar minor en daarna een half jaar oh, afstuderen. En het is ja. wel het idee dat je tijdens die minor al werkt aan je afstudeerjaar. Maar voor bijvoorbeeld film, waar ik graag mee werk, is een half jaar echt heel kort. Ja. Terwijl uh, en ik denk misschien ook wel voor andere uh, disciplines. Dus uh, daar zou ik juist weer meer ja, vrijheid willen. Ja, precies. In, ja, daar wil je willen. dat wel meer. Ja. Dus ja, daar, daar ja. zit je een beetje een soort van hoog. Ja. ja. ja binnen HKU de opleiding waarbij dat ik werk en dat is Fine Art and Design in Education en Master Kunsteducatie, is er wel veel vrijheid voor studenten. Maar ik, ik merk. Um, wat ik eigenlijk op zoek naar was, want dat is dan ook de verwarring, eigenlijk de verwarring misschien die we ook vanmiddag gezien hebben. We hebben onderzoek bij studenten en onderzoek bij docenten of binnen het instituut als, als werknemer. Um, dus wat ik zelf merk, er, er is heel veel vrijheid om dingen te ontwikkelen, dus om, om eigen interesses zeg maar in het curriculum in te brengen, om daar als docent ook de eigen, een eigen draai aan te geven. Studenten krijgen eigenlijk ook veel vrijheid om dingen in te vullen, um, maar wat ik zo graag zou, zou wensen is dat er voor als docent meer mogelijkheden zijn om onderzoek te doen. We hebben makers, docentmakers, en die hebben een artistieke praktijk naast een educatieve praktijk. En dat zou ik eigenlijk bijna wensen voor andere docenten, dat ze een educatieve praktijk hebben en daarnaast een onderzoekspraktijk, ja. omdat ik heel erg geloof in die wisselwerking tussen beiden. En, en dat is eigenlijk meer waar ik naar op zoek ben, denk ik. Ja, ja naar die vrijheid. Um, dus vandaar ook mijn vraag over de vrije ruimte. Het doet me ook denken aan, de, aan de wortel van, van school, eigenlijk, het Griekse woord skole. Dus dat verwijst naar, naar een, een vrije ruimte, los van verwachtingen, uh, los van productie, uh, waarbij dat je wel het echte experiment kunt aangaan. En ik denk, ja, dat, dat zou eigenlijk onderzoek moeten zijn. Voor ja. ja, ik vind dat je een heel mooi onderwerp aansnijdt, want ik denk, um, wil je wat meer die onderzoekscultuur ook binnen je eigen uh, academie hebben, dan is het niet genoeg om studenten op te leiden, maar eigenlijk zou je ook docenten meer op moeten leiden en ze inderdaad veel meer ruimte uh, kunnen, uh, moeten geven om onderzoek te doen, of in de lectoraat, of onderzoek naar hun eigen beroepspraktijk. En... Wij zien eh, dat we daar nu ook wel mee bezig zijn en dat we daar ook wel eh, mogelijkheden voor creëren, maar dat ook nog niet docenten daar altijd gebruik van maken. Omdat ze eigenlijk nog helemaal niet daar zo mee bezig zijn, merken wij. He, dat, is echt, dat is echt aan het komen. En dus er zijn ook natuurlijk nog docenten die, hebben, die zijn zelf ook he, die hebben een achtergrond van, van kunstenaar zijn. En die, die, uh, niet elke docent die speech die geschoold bewijst, nee, dat wil je niet. ook helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Um, maar het betekent ook wel dat docenten ook niet altijd geïnteresseerd uh, zijn om onderzoek, om onderzoek te doen, te doen. in een nee. lectoraat. Ja, dat, is, dat is echt per opleiding wel verschillend. Maar, mm -hmm. maar, uh, maar als ja. je dan uh, zegt, dus research door maken, waar we het ook vandaag over kwam ook voorbij. En je hebt wel al die docenten die ook hun makerspraktijk hebben. Ja. Zo, kan je daar dan niet iets ja. soort van. <laughs> ja, ja, daar... zeker. ja nou, die dat hebben... eruit halen. Zeker, ja, dat je ja. ook ruimte krijgt om, om zich daar ook in te ja. kunnen ontwikkelen. Ja, dat gebeurt bij ons ook. Ja. Ja. En die samenwerking, inderdaad, tussen maken en onderzoek. Tussen ja. makers en onderzoekers. Ja, dat is juist heel interessant. Ja. 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 Ik zou ook wel willen zeggen dat daar misschien niet zo'n scheiding tussen is, maar een het ja. Ja. Ja, loopt ja. ook in elkaar over, denk ik. Ja, maar... couple of questions for you before uh, I leave you to so your evening. Um, my first question is uh, where are you busy with research right now in your practice? So what are you doing on research? And it can be on every level. Uh, if you think about your practice, what you did in the last week, where do you see in your job, in your daily practice your connection with research? Ik ben deze week uh, ben ik, uh, eigenlijk heel uh, bezig geweest, natuurlijk wel als uh, manager, over hoe kunnen we het, uh, het onderzoek versterken. En met name de lectoraten. Er komt nu eigenlijk veel meer budget, uh, komt er ook beschikbaar voor onderzoek vanuit het ministerie. Ook naar uh, de HBO-instellingen. En we zijn nu in intent bezig van, ja, maar wat willen we dan gaan versterken? Uh, willen vraag. wij uh, okay. dat de lectoren uitgebreid worden? Willen we meer docentonderzoekers? Willen we meer PhD'ers of uh, uh, postdocs? Uh, willen we wat meer onderzoekslijnen ontwikkelen? Dus dat is eigenlijk waar we deze week mee bezig geweest zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat wij dan doen: het heet dan het versterken van de piratenschap. Piramide van de lectoraat. Met het idee hoe sterker die piramide is. Dus zo breed, zo breed mogelijk. Betekent dat je docentenonderzoekers hebt die met één poot in het onderwijs staan en één poot, zeg maar, ook in, in, in onderzoek. So, if I understand correctly, de lectoraten get uh, a bigger budget, so that they can yeah. like broaden up their yeah, yeah. pyramid of people that yeah. make the kenniskring. Yeah. Yeah. Definitely a really important way of ja, being busy ja, with research. Dus, dus niet meer ja. lectoraat, maar steviger ja. mooi. Dat is een beetje de lijn. Nou, mooi. Ja, um, ja. ik denk gewoon... Mijn, mijn, het onderzoek wat ik nu voor mijn project aan het doen ben... Ja. is denk ik het, 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 de grootste bezigheid. Sowieso waar ik nu mee bezig ben. <laughs> um, en um, dat is eigenlijk ben ik nu ja, ik zit in het begin van het derde jaar, dus ik ben eigenlijk heel erg, deel dit alleen maar aan het nadenken over uh, wat voor soort maker ik nou ga zijn, ga worden. Um, en uh, daar, ik ben vooral heel erg aan het uitproberen nu uh, hoe ik dat het medium film daarvoor kan gebruiken. Dus ik ben echt aan het uitproberen eigenlijk en wat wat uh, werkt voor mij en wat vind ik, wat ik zelf heel interessant vind is de uh, soort van scheidslijn of de overgang tussen realiteit en fictie en hoe kan je fictie gebruiken uh, om dingen te vertellen die echt zo zijn of en andersom. Uh, dus ik ben daar de hele tijd aan, over ja, aan het kijken hoe ik dat in film en in interviews uh, daarmee om kan gaan. Dat is nu het, het grootste onderzoek. Nou, maar... Ik denk dat dat nog wel even duurt. Ja, ja. Succes! Dank je wel. Dat is heel ja. interessant. Ja. Ja. Leuk. Ja. En Els? Ja. Nou. <laughs> um, ik ben bezig met het, met het opzetten van een uh, onderzoeksproject met de naam die je net genoemd hebt: Pluriversity of the Arts. Als een sorteehanger van University of the Arts. En pluriverse, uh, die, die term is geïnspireerd op uh, Arthur Escobar. die heeft een boek geschreven, Designs of the Pluriverse. Um, en het, het project um, ja, focust op, op het, uh, het decoloniseren, maar op een procesmatige manier. Dus ik, ik, ik geloof dat, dat er een, een decolonisering moet gebeuren op, op, het, op de processen. Um, want wij, wij werken nu vanuit een soort dominant uh, denkkader, werkkader. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om, om dat uh, uh, in kaart te brengen en, en te bekijken en te bevragen vooral. En ook te, meer te werken vanuit meer stemmigheid. Dus meer te werken vanuit alternatieve vormen van uh, manieren van werken. Dus ik denk, ja, ik ben daarmee bezig. En uh, ja, de bedoeling is om een collectief op te zetten van studenten en docenten samen. Uh, en om artistieke interventies te ontwikkelen en die uit te voeren. Uh, niet alleen om bewustwording te creëren... Bij elkaar of, of voor studenten-docenten binnen het instituut, maar ook om, om te exploreren welke andere mogelijkheden dat er zijn binnen die manieren van werken. Heel mooi. Mooi. Ik ja. cool. yeah. can't wait to hear more about it. Ja, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> heel mooi. Nou, my last question for you is like if you can choose one call for action really for uh, your own, ja, yeah, it can, can be for yourself, can be for your own institution, uh, or can be in general for, ja, uh, yeah, All of us working in art institutions in the Netherlands. Uh, what would be the thing that you will ask to change? Of course in connection with research. I mean. Uh, mm -hmm. <laughs> ik, ik zou uh, graag willen dat we nog, uh, nog meer nadenken over diversiteit binnen het onderwijs. En met de diversiteit uh, bedoel ik ook uh, uh, onderzoekers, docenten. Maar ik, ik bedoel ook diversiteit en inclusie internationaal, uh, regionaal. Uh, gender, et cetera. En ik denk dat dat heel erg gaat helpen ons ook... om een, om een soort um, nieuwsgierige onderzoekscultuur... met elkaar te on ontwikkelen. Uh, dus dat, 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 uh, ja, dat zou ik graag willen. Nou, Dank je wel. Daar werken we natuurlijk ook aan. Dank je wel. Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aan kan sluiten. Dat het ja. meer, meer diversiteit, minder uh, westers... Uh, beeld van onderzoek, minder het, het nou ja, waar, waar we het eerder ook al over hadden, het universitaire beeld van onderzoek, dat er een beetje nou ja, aanpassen daaruit. Doe er maar mee wat je wilt. <laughs> um, en het, wat jij ja, ook al eerder noemde, decoloniseren van heel, van heel veel onderzoekmethoden. Ik denk dat dat inderdaad allemaal uh, heel veel kan, goeds kan doen. <laughs> ja. ja, bedankt. Ja, ik heb heel veel wensen, merk ik ineens. Ja, ja het collectief onderzoek doen inderdaad. Um, wat betekent het om, om onderzoek te doen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een shared authority? Um, ja, hoe doe je dat dan? Um, ja, hoe kan je vanuit onderzoek de verbinding met elkaar leggen? Dus dat zijn eigenlijk allemaal aspecten die wel spelen. Hoe kan je echt verandering bewerkstelligen? Um, vanuit een artistiek ontwerponderzoek, Um, maar de, de wens eigenlijk, um, ja ik denk dat er al veel onderzoek gebeurt. He, dat werd daarnet ook genoemd vanmiddag, he, dat, dat er eigenlijk al heel veel vragen leeft, dat mensen er al mee bezig zijn, docenten, studenten. Dus dat daar op zich niet zoveel moet gebeuren. Uh, maar wat, wat ik dan zou wensen is, is dat um, die, die mensen meer be of beter gefaciliteerd worden. Dus dat er een structuur um, ja, bedacht wordt, georganiseerd wordt, waarbij dan mensen kunnen aanhaken... Uh, die transparant is en, en ja, die echt faciliteert, die, die het proces ondersteunt. Uh, want ik denk dat, dat daar ook veel kracht in zit. En die mensen die eigenlijk nu al bezig zijn, zeg maar in eigen tijd of gekoppeld aan het onderwijs, maar om dat groter te maken, sterker te maken en uh, te verbinden met elkaar. Sounds beautiful. So, yeah. Ja, I knew that this was going to happen. <laughs> no, I think. It, yeah. now it seems a little bit cliche but i think i can uh, i can like, i can see everything that you said really as, a, as an important wish uh, for me it, it really is about the, the 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 research culture within the institution so uh, and it starts really from the students so and that's why I found the the example of the William de koning uh, really really interesting. So starting from uh, year one, and it, it fits with, with what you said, Dorothea, and uh, making it possible also on a structural level. So uh, the connection with the electorate, but also what you said, working collectively and uh, in form of uh, decolonizing the way we we do education, we l we look at education, mm -hmm. because being a university of applied science, we fit in a specific uh, compartment of the educational system in which. Sometimes many of our students think that they cannot do specific things mm -hmm. because they have been told that they can go to uh, applied science university and not to a research university. Mm -hmm. And I know that sometimes as it, when I teach mm -hmm. that when I uh, ask them to approach research, uh, research and theory, they get really scared because yeah. they have this imago of, of research at something holy that cannot be touched and maybe that is too difficult for them. And I didn't have this experience when I, when I, uh, I worked. In research universities, but we have brilliant students who have a lot to tell, and I think it's really our duty to. Uh, and this is a form of decolonization for me because yeah. we are in, in an educational system that comes from the Enlightenment and hasn't changed that much. And uh, and now I think it's time to think collectively, and we have to start from the student from the moment one when when they set foot in our institution. So that's my main wish, I think. Mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Of course. <laughs> that. Uh... Ik denk dat het voor heel veel studenten heel uh, hulpzaam is als de, alle vragen die vandaag soort van zijn gesteld, als zij weten dat de docenten daar ook mee struggelen. Mm -hmm. Dus dat uh, zeg maar. Ik, ik verbaasde me er vandaag een beetje over, over hoeveel discussie er was over wat research eigenlijk is omdat voor, wat, ja, in het onderwijs is het zo van, oh ja, dit is het, een beetje. The teacher knows everything. The teacher knows everything, <laughs> ja, precies. Ja, ja. Uh, en omdat jij zei, ja, ze, ze zijn vaak bang voor research. Dus ja, je, je haalt die angst misschien een beetje weg. Of ik, ik denk dat dat voor mij ook geldt door te weten dat iedereen daar nog niet helemaal uit is. Ja, <laughs> mooi. En zo probeer ja. ik het eigenlijk in het, in het onderwijs wel in te bedden. Het dus, niet weten uh, is dat. Hè? Ja. ja. Dus als ik dan vertel vanuit, vanuit, ja, over mijn eigen onderzoeksinteresses of, of onderzoeksactiviteiten. Dus bijvoorbeeld, ja. ik ben met, met twee projecten bezig bij uh, Studium Generale Artes. Mm -hmm. uh, Power Tools, onder andere waar Fabiola ook bij betrokken is. Ja. <laughs> ja. En uh, Future of the Art School. En um, daarover vertel ik vaak uh, aan studenten. En um, het is dan heel interessant, denk ik, om, om studenten mee te nemen in, in het eigen proces. En inderdaad te zeggen van kijk dit is een, een onderzoek in wording. We weten niet alle antwoorden. Ja. We zijn eigenlijk aan het verkennen en we zijn lerende samen met jullie. Dus ik denk dat dat ook, ook heel interessant kan zijn bij het doen van onderzoek en bij het delen uh, ja, van het onderzoek aan studenten. Ja, 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 maar toch? eigenlijk ook wat je zegt die artistieke attitude, die zouden we veel meer ook uh, misschien in het eigen instituut wat meer uh, moeten laten zien. Dus niet alleen maar dat we dat van studenten verwachten, maar dat we het juist ook laten zien bij docenten en misschien ook wel bij management. Why not? Yeah, why not? <laughs> and on this note, I yeah. really want to thank you all for thinking with me and thinking together about, yeah, what the, what the steps uh, should be, might be for the future of our art school and for the future of research within our art schools. And I hope we can continue these conversations in the, in our next episode. Thank you all. Thanks for listening to Research in Art Education, a series by the QO, National Art Education Sector, hosted by Fabiola Camuti. The show is sponsored by the Vereniging Hogescholen and hosted on Radio Artes by Studium Generale Artes. For more information on the presentations referenced in this episode, please take a look at the show notes. There you will find links to all of the presentations that were part of this first event. There will be more episodes in the series, so keep an eye on the feed if you're interested in research in arts education you